YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik mijzelf een hand geef voor een 10. Nice. Vandaag probeer ik zoveel mogelijk onmogelijke challenges. We hebben hier een heel verdrietig glas, want het glas wil namelijk gevuld worden met... Plas? Nee, met limonade. We zijn goed bezig. Maar het wordt iedere keer een stukje lastiger. Volgens mij is dit nog wel te doen. Heb ik het goed gedaan? Zolang het glas in ieder geval tot het lijntje vol zit. En dat hebben we gehaald. En als wij op deze manier doorgaan, dan krijgen we uiteindelijk een nieuw glas, een nieuw soort water. Hoe kunnen we dit het beste doen? Nou, ik denk gewoon op deze manier toch... Ja, dat lijkt te werken. Eigenlijk werkt het heel goed. Let's go. We zijn nu natuurlijk nog een soort van noob. Maar aan het einde wil ik zo goed zijn dat we eigenlijk eerder op een hacker lijken. Alsof we het niet eerlijk doen. Maar dat doen we dus wel. Oké, volgens mij is deze niet zo lastig. We gaan over het driehoekje heen, richting het glas. En het werkt. En deze keer is het roze. Yoki, dat heet zo toch? Dat roze aardbeienmelk. Oeh, hoe gaan we dit doen? Nou, heel makkelijk. Ik zou het denk ik op deze manier aanpakken. Ik bedoel, het kan via twee kanten in het glas vallen. En we hebben weer... melk. Roze melk. En ons glas is geüpgraded. Het is nu letterlijk een soort van konijn. Oh nee toch, daar gaat alle wortelsap. Oké, sorry, ik dacht niet echt logisch na en volgens mij doe ik dat nu wel. Oh, redelijk, gaat de goede kant op. Maar dat we nu al een nieuw glas hebben, wil dus eigenlijk zeggen... Oh, werkt het? Oh, dit werkt ook gewoon. Maar dat we dus nu al een nieuw glas hebben, wil dus eigenlijk zeggen dat we best wel goed bezig zijn. Je kunt de puzzels op verschillende manieren oplossen. Ik ga er dus zeker niet vanuit dat de manier hoe ik het doe de juiste manier is, maar zolang het werkt, werkt het. Let's go. Oké, ik ben benieuwd. En wauw, moet je zien. Deze lijkt wel een soort van goud. Is het drinken ook goud? Ik heb denk ik al een idee hoe we dit het beste kunnen doen. We maken letterlijk een soort van hokje over het glas en over de buis waar het water uitkomt. En het werkt. Reageer water als je de video nog steeds kijkt. Ik dacht even dat dat niet ging lukken. Wacht eens even, dit is toch letterlijk een eitje? In sommige levels hoef je letterlijk niks te doen. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Oh nee, we hebben weer een nieuw glas. En deze die heeft een bril. Hij kijkt een beetje verdrietig. Oh, doet. Is het gelukt? Ik weet het niet. Nee, dat telt niet. Het is me trouwens wel duidelijk wat ik verkeerd deed. Kijk, ik had het gewoon op deze manier moeten doen. Het was wel grappig. Het was super, super spannend. En ik dacht even dat het ging werken. Oeh, wacht even. Deze ziet er een soort van lastig uit, maar toch ook weer niet. Soms moet je gewoon zo makkelijk mogelijk denken. Ik denk eigenlijk dat ik al door heb wat ik moet doen. En dat is gewoon letterlijk dit. Ik heb nu een soort van tweede driehoekje gemaakt, waardoor het prima in het glas landt. Check dit. We hebben weer een nieuw soort glas. En oeh, we hebben tomatensap deze keer. Dit is volgens mij weer zo'n heel makkelijk level. Waar we alleen maar een streepje hoeven te zetten. En de rest gaat eigenlijk vanzelf. Plons. En dit ziet er ook weer lastiger uit dan het is. Want als ik het op deze manier doe, is het eigenlijk gewoon goed. Er zijn nu obstakels die in ons glas willen vallen. En dat mag natuurlijk niet. Maar zoals nu bijvoorbeeld, zijn er een soort van balletjes die erin willen vallen. Geen probleem, wij tekenen wel. Kablam. Oeh, er is hier een megabal die er langs wil. Maar gelukkig steken wij daar een stokje voor. Kijk eens aan. Volgens mij is het niet zo netjes, maar het werkt. En no way. We hebben letterlijk het koningglas. De zeldzaamste van allemaal. Die mogen we natuurlijk niet teleurstellen. Yes! Wauw, ik moet zeggen, dat hebben we zeker niet slecht gedaan. Kijk hem dan, hij is blij. Maar wacht even, wat is hier de bedoeling? Ik denk zoiets... Nee. Nee, wacht, we moeten er meer een tafeltje van maken natuurlijk. Kijk, dit is perfect. En nu zit het glas echt vol. Oeh, dit kan nog wel eens lastig zijn, maar ik denk dat ik weet hoe we dit moeten doen. Ja, perfect. Tenminste, werkt het? Nou, soort van. Zoals ik zeg, er zijn meerdere manieren om te winnen, maar het is ons gelukt. En dat met wel 3 sterren. Deze ziet er eigenlijk ook niet zo lastig uit. Ik maak gewoon een soort van ramp waar de bal vanaf kan rollen, zodat het water in het kopje belandt. In het glas, in de beker. In de mok. Het tweede geheime woord is koning. Omdat we in dit spel letterlijk een koningglas hebben. Reageer koning als je nog steeds kijkt. Je bent een koning. Oeh, dit is lastig. Om ervoor te zorgen dat dit niet misgaat, zou ik eigenlijk zoiets willen doen. Alleen dan heb je natuurlijk dat het water verkeerd gaat. Dus in plaats daarvan doe ik het op deze manier. De balletjes worden tegengehouden en het water valt erin. Oh, maar wacht. Dit is een eitje. We maken hier letterlijk een soort van skateboard van, als je het zo kan noemen. En dan glijdt het zo het glas in. Geen idee of het zo hoort, maar het werkt. Deze ziet er misschien heel lastig uit, maar dat valt eigenlijk best wel mee. We moeten er gewoon voor zorgen dat er een soort van muurtje is, waardoor het water gemakkelijk in het glas kan komen. Makkelijk denken. Er staat dat ik dit zo moet tekenen. Oh, wacht. Ik dacht dat die balletjes gingen vallen. Maar dat was er dus helemaal niet. Oké, wacht even. Wacht, als ik nou gewoon een stipje zet, gaat dat dan niet gewoon vanzelf omdat het overloopt? Nou ja, in ieder geval voor een gedeelte. Ah, wacht. Ik moet er dus gewoon voor zorgen dat er meer verhoging is, waardoor het er makkelijker in kan gaan. Volgens mij was dit niet de manier waarop het moest, maar het is wel een manier die werkt. Splash. Deze ziet er ook weer zo lastig uit. Maar nogmaals, denk zo makkelijk mogelijk na
En het gaat gewoon werken. Ik heb letterlijk één driehoekje getekend. En het glas zit vol. Hetzelfde geldt voor deze. Eigenlijk alles wat ik moet doen is gewoon dit. En nu gaat het volgens mij automatisch het glas in. Soms vind ik het jammer dat het zo makkelijk is. Alleen wil ik dat liever niet te hard zeggen. Want ik voel het gewoon aankomen dat het ineens super lastig wordt. Maar nu nog niet. Waarschijnlijk ga ik dit op een manier doen zoals het eigenlijk niet hoort. Maar het is in ieder geval een manier die sowieso gaat werken. Geen idee waarom al die pilaren er staan. Maar ik hou het easy. Oké, deze spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Je aapt gewoon na wat er al is. Namelijk die driehoeken dingen. Oké, deze ziet er lastig uit. Maar ik denk dat ik letterlijk al weet hoe je dit het beste kan doen. Oh, dat ging maar net goed. Oké, we hebben hier een soort van plank. Dus wat ik doe is ik maak gewoon een zware bal die de plank weghaalt. Let's go. Ligt het aan mij of is deze ook echt super makkelijk? En kunnen we gewoon letterlijk dit doen? Volgens mij was dat echt alles. Oké, het gaat er wel een klein beetje overheen. Ik was iets te enthousiast, maar het werkt. Oké, we hebben hier een bal die nog wel eens lastig kan gaan doen. Dus wij maken hier gewoon een mega plank. Heel zwaar, die het een soort van gaat tegenhouden. Oké, dat ging fout. Ah nee, natuurlijk. We kunnen gewoon ervoor zorgen dat de plank blijft staan. Veel beter. 3 sterren. Oké, dit ziet er lastig uit. Maar volgens mij, als we er gewoon een soort van helling van maken, gaat de rest vanzelf. Let's go. Maar nu ben ik wel benieuwd. Stel voor, jij zou het glas ergens mee mogen vullen. Chocomel, cola, water. Je favoriete drankje. Wat zou het zijn? Laat het in de reacties achter. Ik ga gebruiken wat ik zojuist heb geleerd. En dat is dit. Heel simpel. We houden de plank met een plank vast. En dit ook weer. Dit is letterlijk zoep, 1 streep. En de rest gaat vanzelf. Mijn brein werkt. Ik denk dat ik deze al begrijp. Wat nou als we die plank laten omvallen? Kablam! En dan gaat alles automatisch het glas in. Alleen het glas heeft een gezichtje. Dus ik vind eigenlijk dat we er een goede naam voor moeten hebben. Laat er eentje in de comments achter hier beneden. And no way! We zijn bij level 50! Oh, deze is ook weer zo makkelijk. We kunnen het letterlijk gewoon op deze manier doen. En het gaat er zo in. Dat is zwaartekracht. Ik ben tevreden. En hopelijk het glas ook. Vandaag ben ik een tandarts. En moet ik ervoor zorgen dat mensen het mooiste gebit ter wereld hebben. Dat ze weer kunnen lachen op de schoolfoto. Nice! Oké, de volgende klant. Dat is een hoop groen spul. Het lijkt wel alsof ze een Shrek-tompoes heeft gegeten. Je weet wel, een groene tompoes. Even serieus, je kunt een tompoes echt nooit normaal eten, zonder dat de halve wereld eronder zit. Er gaat letterlijk gewoon een wereldwijd alarm af als iemand een tompoes eet. Kijk uit jongens, slagroom. Alleen deze zou een heel stuk lastiger zijn dan de vorige, dus we hebben kunnen trainen. Dit ziet er goed uit, maar nu begint het echt te werk. Dus wat we moeten doen is de tanden eerst even helemaal schoon spoelen, zowel beneden als boven natuurlijk. Oh, en dat was het al. Een beugel kunnen zetten. En volgens mij is dat wat we zometeen bij dit gebit moeten doen. Dus eerst spoelen we het weer helemaal schoon. En daar gaan we. We gaan voor de zilveren beugel. En die moeten we er dus nu heel voorzichtig opzetten. Aan de onderkant is het gelukt. Maar als het onder moet, of boven bedoel ik, dan moet het boven, onder. Ik zei het fout. Stel wat ik bedoel, oké, rustig. Ik ben een tandarts. Ik moet geconcentreerd zijn. Boven en onder is hetzelfde voor mij. Dat is niet waar. Dan gaat alles fout. Maar dit ziet er goed uit. Netjes hoor. Oh nee, toch. Dat meen je niet. Oeh, er komt iemand binnen. Een soort van celebrity. Oké. Als het goed is, krijgen we hier dus 2 keer zoveel geld voor. Omdat het een belangrijk persoon is. En oh my gosh, dat meen je niet. Zij wil letterlijk groene diamantjes op haar tanden hebben. Ik heb trouwens een beetje etensresten overgelaten. Dat is niet heel netjes. Dus we plakken er even snel een diamant op, weet je. Dan ziet niemand het. Oh, dat is wel heel gaaf. Wauw. En wat is dat dan? We kunnen een nieuw soort tand unlocken. Wow. En we kunnen upgraden, dus nu staat er meer. Oké, even zien. Laten we eerst even alle viezigheid weghalen. Je moet ergens beginnen. En nu we dat hebben gedaan. Oeh, hebben we een soort van x-ray. Waarmee we... Oeh, dat ziet er niet goed uit. Waarmee we zijn gebit kunnen checken van binnen. Oké, dat daar. Dat moeten we even fixen, weet je. En we kunnen dus nu een soort van bijzondere kleur kiezen waarmee we het opvullen. Die hebben we net unlocked. Perfect. En nu zijn zijn tanden weer mooi. Wat is dat? Volgens mij is het moment eindelijk daar. We kunnen trouwens weer upgraden, dat is nice. Maar iemand zijn tand gaat er nu uit moeten. Oh, moet je zien. We plaatsen er een nieuwe tand in. Oké, hieronder moeten we ook een tand plaatsen. Hé, dat ziet er goed uit. En dat was eigenlijk best wel makkelijk. Oeh, daar hebben we weer een celebrity. Nog een keer. We mogen een kleurbeugel kiezen. Oké, we gaan voor zilver. Dat is de enige die we eigenlijk tot nu toe hebben. Kijk eens aan. En nu moeten we de onderkant ook doen. En nu moeten we het alleen nog een soort van recht trekken aan de onderkant. En hetzelfde moeten we dan doen aan de bovenkant. Want anders helpt het niet. Perfect. Hé, dit hebben we extreem goed gedaan. En wat hebben we nu? Het moment is daar. We gaan het nu dan toch echt moeten doen, denk ik. Eerst de tanden even helemaal schoonmaken. En ik zie nu al de tand die er waarschijnlijk uit gaat moeten. Oh man, ik ben een beetje zenuwachtig. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, snel, snel, snel. Oh. Moeten we er geen nieuwe tand inzetten? En wat is dat? Laten we eerst weer even upgraden. Kijk, maar volgens mij... Oh, hier moeten heel wat tanden uit. Dat meen je niet. Oh, dude. Oké, dat is tand 1 die eruit moet. En hij heeft al een paar lege plekken, dus dit is al eerder gebeurd. Deze dude moet beter voor zijn gebit zorgen, denk ik. Oké, hij heeft niet meer zoveel tanden over ook. Maar we kunnen er nieuwe tanden inzetten. Laten we gewoon gaan voor natuurlijke tanden. Laten we er hier eentje in doen. Laten we er hier eentje in doen. En weet je, als we dan toch bezig zijn, laten we het gelijk afmaken. En omdat dit nieuwe tanden zijn, zijn ze helemaal wit. En daarom is het belangrijk dat we waarschijnlijk de rest van de tanden met een soort van gel gaan inzetten.
insmeren, waardoor die er zometeen ook weer een beetje wit gaan uitzien. Goed, ik ben zo benieuwd. Hebben we nou net echt het lelijkste gebit ooit? Sorry dat ik het zeg, spijt me. Tot het mooiste gebit ooit gemaakt? We gaan erachter komen. Ja, volgens mij gaat dit er super nice uitzien zometeen. Oké, moment van de waarheid. Ik heb geen idee wat dit is, maar zo goed als. Het hoeft ook niet helemaal perfect te zijn. Oeh, we hebben weer een celebrity. Alleen sorry, er waren al andere klanten. We kunnen weer een nieuw soort tand unlocken. De blauwe tand. Laten we zeggen dat het diamant is. Ik vind diamant beter klinken dan blauw. Oké, de beugel is gezet. Aan de onderkant is de beugel ook gezet. Ik had nooit gedacht dat ik van slechtste naar beste tandarts zou gaan in één video. Maar ik ben er super blij mee. En dat was het alweer. Oké, deze volgende persoon, die heeft een nieuwe tand nodig. Dus we kunnen eindelijk onze blauwe tand gebruiken. Hey, dat ziet er eigenlijk best wel cool uit. Hij wil iets bijzonders hebben. Laten we hem, wat we eerder ook deden, een aantal van die diamanten geven. Dat vond de vorige klant best wel gaaf. Dus we gaan het nu ook hier doen. Natuurlijk op de blauwe tand, niet te vergeten. Laten we er daar nog eentje doen. Misschien hier nog eentje. Kablam. En als laatste hier nog eentje. Hey, ik vind het gaaf. Dat is een bijzonder gebit. Oké, de volgende persoon. Oh my gosh, jongens, hebben jullie geen tandenborstel thuis of zo? Ik bedoel, je mag er wel eentje lenen, houden, hebben. Oh man. Oké, we gaan waarschijnlijk weer even een x-ray moeten doen. Even zien of alles er wel oké uitziet. Nou, hier in ieder geval. Wel, oh, dat is niet nice, mevrouw. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Misschien heb je geprobeerd om een steen op te eten of zo. Oké, wacht even. Laten we het blauw maken. Geen idee of je dat gaat zien. Volgens mij is het alleen de vulling, dus dat maakt ook niet zoveel uit. En ook zij wil een aantal van die diamanten op haar tanden hebben, dus dat gaan we haar geven. Kunnen we ook twee diamanten op dezelfde tand doen? Nee, dat kan niet. Dat zou misschien ook wel een beetje raar zijn. Hey, ik moet zeggen, dit is toch best wel cool. En we krijgen 3 sterren. En er is weer een celebrity. Oké, vooruit dan. Deel 3. Oké, laten we beginnen met het begin. En dat is dat er gelijk al 2 tanden uit moeten. Oh, dat ziet er zo pijnlijk uit. En de onderste tand is echt... Sorry hoor, maar dat is echt vreselijk. Hij is gewoon door de helft. Dude, wat is gebeurd, man? Oké, maar nu... Oh, helemaal niks. Dat was het gewoon. Ik dacht dat ze nieuwe tanden wou. Oké, we gaan een nieuw soort kleur beugel unlocken. Ziet er cool uit. En we gaan iets nieuws unlocken wat je op de tanden kunt plakken. Vampieren tanden. Oké, maar nu ben ik heel benieuwd. Wat moeten we voor deze persoon doen? Ik zie in ieder geval dat hij al 2 gouden tanden heeft. Eentje boven en eentje beneden. Maar volgens mij wil hij meer dan dat. Laten we hem gewoon de natuurlijke tanden geven. We zetten er hier eentje in. En weet je wat? Dan geven we hem ook gewoon een roze tand. Ik bedoel, nu we toch bezig zijn. En dan geven we hem ook gelijk een blauwe tand. Deze dude heeft gewoon regenboog. Maar het ziet er cool uit. Oké, de volgende. Oeh, er moet al gelijk een tand uitgehaald worden. Dat is tand nummer 1. En dan volgens mij moeten we er hier nog eentje uithalen. Dat is tand nummer 2. Maar we mogen er ook tanden inzetten. Er moet er sowieso eentje hier in de hoek. En er moet er nog eentje in de andere hoek. En dan kunnen we dus eindelijk die vampieren tanden aanbrengen. Dat gaat er volgens mij heel gaaf uitzien. Waar kunnen we dat doen? Aan de voorkant? Ah nee, dat kunnen we hier niet doen. Dat kunnen we alleen doen als iemand daar echt om vraagt. Wat ook wel logisch is, want je kunt niet iemand zomaar vampierentanden geven terwijl die voor iets anders komt. Nee, maar dit ziet er goed uit. En het past best wel bij haar. En er is weer een celebrity. Maar sorry, er is echt al een te lange rij met klanten. We gaan eerst weer even een nieuwe soort kleur tand unlocken. De witte tand. Oké, laten we die aanbrengen in de hoeken. Dat kunnen we gelijk gebruiken. En nu kunnen we ook gelijk de nieuwe beugel proberen. Hey, die ziet er best wel goed uit. Oké, dan gaan we dit weer even recht zetten. Hopsakee. We doen hetzelfde met de bovenkant. Je weet wel, de kant daarboven. En het is perfect. Oké, deze volgende persoon, die wil ik natuurlijk wel blauwe tanden geven, want hij heeft een soort van paars-blauwe outfit aan. Dus dat past best wel goed bij elkaar. Betekent wel dat hij de rest van zijn leven alleen nog maar blauwe kleren kan dragen. Maar dat is niet anders, weet je. Je moet er wat voor over hebben voor een mooi gebit. Zo, en dit is de laatste tand alweer. Oeh, maar wacht even. Er is nog iets anders aan de... Oeh, dat ziet er niet goed uit daar. En die tand, die moeten we dus opvullen. En dat doen we uiteraard ook met blauw. Kunnen we hem wel vampieren tanden geven? Oh, bij hem kan het wel. Kijk, let op. Bam. En dan hier aan de zijkant ook. Kunnen we het aan de onderkant ook doen? Nee, daar is geen ruimte meer voor. Maar dat is wel heel gaaf. Kijk hoe creepy. Oké, we gaan weer iets nieuws unlocken wat iemand op zijn tand kan krijgen. Een gat. Een gat tussen je tanden. Oké, we moeten eerst in ieder geval deze eruit halen. Oeh, dit is de lastigste tot nu toe. We moeten letterlijk alles doen wat we tot nu toe geleerd hebben. Bij 1 klant. Oké, ik ben erbij, ik ben erbij. Oké, we zetten er een witte tand in aan de bovenkant. Een bronzen tand aan de onderkant. En dan moeten we het nu waarschijnlijk wat witter maken dan het is. Daar hebben we dat soort van gelspul voor. Dan moeten we dat inderdaad weer een klein beetje uitvegen zo. En dan volgens mij, van wat ik me kan herinneren, krijgen ze dan zo'n ding inderdaad waar ze op moet bijten. Hé, dat ziet er wel mooi uit. En dan kunnen we haar dus dit geven. Maar ik snap dit niet helemaal. Ah, wacht, dat zijn diamantjes. Oh, maar dat ziet er wel super gaaf uit. Maar kunnen we dat nu tussen alle tanden in doen? Dan lijkt het wel een soort van robotgebit. Oké, ik vind het eigenlijk best wel cool eruit zien. Dit is sowieso het gaafste gebit wat we tot nu toe hebben gemaakt. Check it out. En er is weer een celebrity. Maar sorry, er zijn al mensen. Oké, de volgende persoon. Het eerste wat we moeten doen is alles even schoonmaken. Oh, er is daar 1 tand die er zo naar uitziet. Het lijkt letterlijk alsof die in de regen heeft gelegen voor een week. Sorry dat ik het zeg. Ik ben eerlijk. Ik ben een eerlijke tandarts. Oké, nou laten we die als eerste maar even eruit gaan vissen. Halen. Hengelen. Creepy. En dan hebben we nog een tand die eruit moet. Maar ik vind het zo raar. Bij sommige klanten hoeven we alleen maar de tand eruit te halen en hoeven we er niks voor in de rel terug te zetten. Maar ja, als je tevreden bent, kijk eens aan. Ik bedoel, de rest van de tanden zijn ook mooi. Oké, we hebben hier 2 tanden naast elkaar die hun beste tijd hebben gehad. Oh man, deze mag er ook uit. Daar komen 2 nieuwe tanden voor in de plaats. Eentje dus aan de rechterkant en dan nog eentje aan de linkerkant ernaast. En dan als laatste onze mooie nieuwe soort beugel. Stel voor het zou in het echt zo snel gaan bij de tandarts. Dan kan een tandarts wel 100 mensen op een dag helpen waarschijnlijk. Kijk dan, de bovenkant nog even aandraaien en zo goed als nieuw. Hey, ik ben tevreden. Oh man, even serieus. Poetst niemand zijn tanden in dit spel of zo?
Op zich, weet je, ik ben er blij mee. Ik ben namelijk een tandarts. Als iedereen heel goed met zijn tanden zou omgaan, dan heb ik niks te doen in dit spel. Kijk eens aan, dit ziet er toch fantastisch uit. Maar nu ben ik toch wel benieuwd. Mogen we ook wat anders doen dan groene tanden mooi maken? Is er niet iemand die een beugel nodig heeft? Of misschien een tand die eruit moet? En het eerste wat we doen, is deze krokodil te eten geven. Oeh, net op tijd. Maar volgens mij heeft hij nog steeds een beetje trek. Dus daar... daar helpen wij bij. Oké, volgens mij snap ik het. We moeten extreem voorzichtig zijn. De krokodil heeft namelijk trek. En niet alleen dat, maar de krokodil heeft best wel grote, scherpe, lange tanden. Maar het is gelukt, nadat we één keer zijn opgegeten. Het volgende wat we moeten doen, is de olifant schoonmaken. En dude, dit is zo schattig. Ik denk wel dat ik het wat leuker vind om een olifant te wassen, dan een krokodil eten te geven. Ik bedoel, hier hebben we in ieder geval niet de kans dat wij de snack zijn. Het volgende wat we doen, zijn de dieren sorteren. We moeten er dus voor zorgen dat de leeuw naar de leeuwen gaat, en dat de alpaca naar de alpaca's gaat. Oké, er komt een leeuw aan. We zouden de leeuw ook naar de alpaca's kunnen sturen, maar dat gaan we niet doen. Dus we hebben het netjes geordend. Wij moeten de leeuw te eten geven, maar dat moeten we doen op een manier... Oh nee, wacht! Het aapje moet eten krijgen! Oké, we gaan het nog een keer proberen. De leeuw kijkt weg. Dit is onze kans. Oeh, net op tijd. Het volgende wat we moeten doen, is ervoor zorgen dat deze nijlpaard genoeg te eten krijgt. En ik heb dit volgens mij een keer in het echt gezien, dat een nijlpaard letterlijk in één hap een complete watermeloen kan opeten. En ik denk dat jullie nu ook wel begrijpen waarom dit dus de gevaarlijkste dierentuin ter wereld is. Het volgende wat we moeten doen, is deze alpaca scheren. Oh dude, ik vind hem zo schattig. Zelfs als die kaal is. Dit is dezelfde alpaca die we dus net moesten uitsorteren, zodat de leeuw hem niet kon gebruiken als snack. Oké, volgens mij zijn we best goed bezig. Hier nog een beetje bij zijn nek. Een beetje op zijn rug. En de alpaca is kaal. Het aapje heeft zin in bananen. Dus je raadt wel wat wij gaan doen. Bananen halen. Oh, snap. Oh, dat meen je niet. Oh ja, natuurlijk. We moeten er zoveel mogelijk hebben, zodat we uiteindelijk bij de boom kunnen komen. Dude, dat zijn zoveel aapjes. Raad in de comments hoeveel aapjes hebben wij op dit moment bij ons. Oh, snap. Dude, come on. We willen er meer. Oh, er is daar letterlijk een jackpot met banaantjes. Kijk eens aan. Let's go. Wat is jouw lievelingsdier? Laat het in de comments weten. Wij moeten de boel schoonmaken. Oké, dat kan niet al te lastig zijn, toch? Hupsakee, hupsakee, hupsakee. Alles weer schoon. Of nou ja, tenminste, dat is wat ik dacht. Maar volgens mij is er toch nog wat meer werk aan de winkel. Oké, wat moeten we hier doen? Ah, we moeten het eten voorbereiden voor de dieren. En een hoop dieren houden van fruit. Dus dat is precies wat we door midden moeten snijden. Dit doet mij een beetje denken aan Fruit Ninja. Oh, wacht, we kunnen het vaker dan één keer snijden. Let's go! Alleen mijn wijsvinger is sterker dan elk zwaard ter wereld. Dat is een leugen. Het is maar een vinger. En kijk eens aan. Wij zijn de chameleon en wij moeten ervoor zorgen dat we de... vliegjes eten. Oh my gosh. Is dat letterlijk alles wat we moeten doen? Is dat letterlijk... Oh my gosh. Ik had niet verwacht dat ik ooit een chameleon zou zijn die vliegjes eet. Maar als je me vraagt wat ik leuk vind om te doen, waarom niet een chameleon zijn die vliegjes eet? Oké, ik denk nog één vliegje en dan zit hij vol. En dat daar is de uitverkorene. Oké, we moeten heel voorzichtig naar de finish gaan. Want anders hebben we een probleem met een krokodil. Oh, we zijn bij de leeuw. Ben je serieus? Gelukkig eten ze het eten. En niet ons. Het volgende wat we moeten doen is ervoor zorgen dat deze olifant zijn eten krijgt. Ligt het aan mij of was dat extreem makkelijk? Oké, volgende ronde. Ben je serieus? Oké, 3, 2, 1. Kabbelen hem. Oh, bijna. Oké, daar gaan we. Let's go. Is daar nog een big? Oh, dit wordt een botsing of niet? Oh, snap. Nou ja, het is alsnog gelukt. Wij moeten de krokodil weer te eten geven. Nee. Oké, maar wacht. Moeten we het deze keer gooien? Volgens mij moeten we het op een manier houden dat ze het... Oké, wacht, ik moet mijn hand daar houden. Oké, come on, voorzichtig, voorzichtig. Oh, nice. Oké, ik moet mijn hand dus niet te vroeg wegtrekken, want dan worden ze boos. Oh, nice. Oké, drie keer is scheepsrecht. Laat het nu niet fout gaan op het laatste moment. De olifant heeft dorst. Dus wat wij moeten doen, is de emmer onder het water houden, zodat de emmer gevuld wordt. Ik bedoel, logica. Veel water. Heel veel water. Ik bedoel, het is een olifant. Die heeft best wel dorst. Oké, en dan zetten we het hier neer. 3, 2, 1. My gosh. Ik besef me eigenlijk ineens. De neus van de olifant is eigenlijk gewoon een mega rietje. Steen, papier, schaar tegen een aapie. Oké, wij kiezen voor papier. Let's go. En wat kiest hij? We hebben een aapje verslagen. Oké, volgende ronde. Hij laat zijn biel zien. Oké, weet je, we gaan voor schaar deze keer. Come on. Nice, we hebben hem weer. Moeten we er trots op zijn dat we een aapje verslaan? Oké, nog één keer. Weet je, laten we weer voor schaar gaan. Ik heb er een goed gevoel. Dat was niet zo handig. En nu is hij blij, natuurlijk. Oké, weet je, dan gaan we nu weer voor steen. Die hebben we nog in één keer gedaan. En wij hebben gewonnen. Uh-oh. Uh-oh.
Het volgende wat we moeten doen is de dieren sorteren. Oké, als eerste een aapje. Die moet overduidelijk naar rechts. Anders is het geen aapje, maar een snackje. Oké, de volgende zal waarschijnlijk wel een leeuw zijn. Die moet naar de linkerkooi. Oh, doe het. 3, 2, 1. Tada! Hebben we het aapje? En die zit te chillen met de alpaca's. Hij moet het eten weer vangen. Dat was geen eten. Kom op, een nelpaard die heeft zin in een watermeloentje. Een hele hoop watermeloentjes. 3 in 1 keer. Dit is gewoon de Chubby Bunny Challenge. Oh my gosh. Deze alpaca komt uit de cactussen. En wij moeten ervoor zorgen dat we dat allemaal weghalen. Nou, geen enkel probleem. We doen ons best. We kunnen hem een beetje draaien. Zo, hier. Eentje bij zijn bil. Dat moet pijn hebben gedaan. En hier nog eentje. En hier nog eentje. Hij is weer helemaal schoon. Het volgende wat we moeten doen is het juiste eten geven aan de dieren. En dit aapje wil overduidelijk een banaantje. Nou, dit ziet er goed uit. Dat kan nu dus het bord op. Let's go. En nu is het tijd om nog een leeuw te voeren. Alleen dan door middel van een puzzel. En dit is best wel easy. Oeh, wacht. Volgens mij moeten we hier een beetje voor uitkijken. Laten we eerst deze weghalen, zodat de appels wel in ieder geval bij de olifant terechtkomen. Oh nee, toch. Wat moeten we doen? Wij moeten het vlees aan een haak doen. En dan op de groene knop drukken, zodat het op tijd bij een alligator is, denk ik. Gaat hij het pakken? Het antwoord is ja. Oké, ik snap het volgens mij. Dus we pakken het vlees, we doen het aan de haak. Maar er is nog meer te doen. Zoals bijvoorbeeld de kaartjes geven. Kijk, 1 kaartje voor deze jongeman. Dus als er 2 mensen komen, zoals in dit geval, of nou 3 zelfs, moeten we dus 3 keer aan de hendel trekken. Dan hebben we 3 kaartjes en heeft iedereen er 1. Oké, hoeveel mensen komen er nu? 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus iedereen heeft nu een kaartje. En onze olifant is weer terug. Let's go. Is het raar dat ik het eigenlijk het leukste vind in dit spel om een olifant schoon te maken? Dat is serieus mijn nieuwe hobby. Ik bedoel, dat is zo schattig. Kijk nou, hij probeert zich gewoon te verstoppen. Hij wil het liefst gewoon de hele dag onder de modder zitten. Oké, daar gaan we. Ja, bijna klaar. Nog een beetje op zijn oor volgens mij. Een beetje op zijn rug. 3, 2, 1. Hij is weer helemaal schoon. En natuurlijk heeft de nelpaard weer honger. Alleen het wordt wel steeds lastiger om al het eten op te vangen. Ook omdat je rekening moet houden met dingen die hij niet mag eten. Oké, dus we moeten goed opletten. Dit is allemaal fruit. Mag hij allemaal hebben. Oké, gaat er iets raars gegooid worden? Ik voel het gewoon aankomen. Ik bedoel, hiervoor was het iets van een anvil. Zo'n ijzerblok. Maar nee, dit ging eigenlijk best wel lekker. Appeltje, appeltje, appeltje. Voor de dorst. En het is weer tijd om onze alpaca. Alpaca. Is het alpaca of alpaca? In ieder geval, onze harige donsbal. Laten we het zo noemen. Om die weer even te scheren. En oh, dude, dit is zo schattig. Ik vind het ook zo lief hoe die gewoon blijft stilstaan. Omdat hij gewoon weet dat dit erbij hoort. Hij kijkt er ook gewoon blij bij. Van yes, ik ben weer kaal. En nu moeten we natuurlijk ook al het wol nog meenemen. Kijk eens aan. Het gaat allemaal de bak in daar. 3, 2, 1. Let's go. Wij moeten dit aapje redden van de alligators. En dat kan alleen als we onszelf heel goed balanceren. Aapje, waarom ga je daar dan ook naartoe? Je brengt ons in levensgevaar. Oh, dood. Oh, dit is zo spannend. Ik ben letterlijk aan het zweten. Ik smelt. Ik smelt gewoon. Ik ben letterlijk een ijsje met de smaak van joppiesaus. Oh nee. Oh nee, please nee. Ah, dit is zo creepy. Oh, die alligators die maken het zeg maar niet bepaald makkelijker. Het zou al vervelend zijn om in het water te vallen, maar nu wat extra zeg maar. Oké, come on, dude. We hebben hem bijna. We zijn zo dichtbij. Aapje nog aan toe. En daarom gaan we van 1 euro bal naar 100... Oeps, sorry. Waarom zeg ik sorry? Naar 1 miljoen euro bal. Ja, dit is dus zeg maar de goedkoopste die we hebben. En ik heb dit spel al vaker gespeeld. Zoveel mogelijk levels te halen. En dat doe je door 2 dingen. Voorzichtig zijn en niet mij zijn. Ja, ik ben niet de beste in dit spel, maar ik doe wel mijn best, oké? Voorzichtig. Kijk, dit gaat best wel lekker. Als we het op deze manier volhouden, is er niet zoveel aan de hand. Checkpoint. Oké, hier moeten we heel snel zijn. Weer een checkpoint. Dit is de bal waarmee ik in de eerste video begon van dit spel. De 1 euro bal dus. En dit is waar we de vorige keer eindigden. Dit is de 100 euro bal. Oh, het disco dip. Oh, moeten we hier serieus naar beneden? Oh, dat is creepy. Ik bedoel, je weet nooit wat er beneden gaat zijn. Oké, niks aan de hand. Weer naar beneden. En ja, na de 100 euro bal krijgen we waarschijnlijk de 1000 euro bal. En oh my gosh, dude. Oké, paniek is een slechte raadgever. Oh, dude, dit spel is zo creepy. Letterlijk, als je zeg maar wil zweten, om wat voor reden dan ook, dan is dit serieus het spel wat je moet spelen. Want echt, dat is alles wat ik doe. Oh my gosh. Oef, dude, hier naartoe. Nice, laatste stukje. Come on, zonder af te gaan. En dat betekent dat we nu de 1000 euro bal hebben. En deze bal is letterlijk een planeet. Ik hoop alleen niet dat het een bewoonde planeet is, want anders wordt iedereen daar duizelig omdat ik de planeet bestuur. Ik ben wel heel blij dat ze trouwens checkpoints in dit spel hebben. Ik zou niet weten wat ik er zonder moet, want dan betekent het dus dat als je afgaat, dat je letterlijk weer helemaal opnieuw moet beginnen in een level. Al moet ik wel zeggen, je begint het op een gegeven moment door te krijgen. De eerste keer dat ik dit speelde, wist ik serieus niet wat me overkwam. En nu merk ik een beetje hoe het sturen werkt. En naar de 10.000
€1000 bal. Dollar, euro, weet ik veel. Je snapt het. Maar nu wordt het weer menus. Oh my gosh, doe het. Oh, wat moet ik nu doen? Ik zit vast. Nee. Oké, dus we weten dat we hier echt de volste snelheid moeten maken. Oh my gosh. Oké, ook weer niet te snel natuurlijk. We zitten nu in een bijzonder level. En het is geen bonus level. Daarom dat het nu ineens menus wordt. Tussen de hamers door. Tussen de hamers door. Ik hou van hamers, maar niet als ik een bal ben. Ik heb geen idee wat ik zeg. Sorry, dit spel maakt je zo zenuwachtig. Het voelt een beetje als ineens dat je zeg maar een vraag krijgt van je crush. En dat je dan gewoon niet weet wat je eigen naam meer is. Oh my gosh, dat ging bijna fout. En dit is heel chill. Het ziet er eng uit, maar je hoeft hier eigenlijk niet zo gek veel te doen. 3, 2, 1, bam. Maar van 10.000 gaan we door naar de $100.000 bal. Euro. Dollar. Ja, je snapt het. En deze is serieus creepy. Volgens mij zit er een spook in opgesloten of zo. Kijk, dit ziet er heel eng uit. Maar je kunt hier denk ik gewoon in één keer overheen. Heel voorzichtig. De bocht om. Checkpoint. Super chill. Dan kun je gelijk een stukje minder bang zijn. Nog steeds wel een beetje bang. Ik ben inmiddels 4 pogingen verder. En ik kom er ineens achter dat het door de bal ligt. Waarschijnlijk die ik gebruik. Die heel lastig is met dat soort dingen waar je tussendoor moet. Oh my gosh. Dat meen je niet. Er komen ballen op mij af. Het is een ballenoorlog. Oh doet. Oh doet. Deze kant op. Ja, voorzichtig. 3, 2, 1. Ja, checkpoint. Oké, luister. Ik heb nog maar letterlijk... Oh, ik heb weer 3 levens. En we zijn weer even verder. En ik heb nog maar 1 leven. Dat is letterlijk hoe het in dit spel gaat. Oké, kijk, luister. Nu mag ik het echt niet verpesten. Anders moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. We slaan hier rustig af. Kijk, dit is heel chill. Want daar is de finish. Let's go. Dit was 100.000, toch? Dus dat betekent $200.000. En dit is de allersnelste bal in het spel. Als het goed is. Wat moet ik hier doen? Oh nee, dat meen je niet. En dit vind ik het naaste van allemaal. Als je zeg maar een soort van wordt opgehaald door iets. Oh my gosh, dude. Oh, dit is zo creepy. Oké, luister. We moeten hier dus weer hetzelfde gaan doen. 3, 2, 1. En we steken over. Geloof me. Het leven van een bal is niet makkelijk. Ik was liever een vierkant geweest. Oh, dude. Oké, we hebben hier in ieder geval een checkpoint. En dan gaan we volste snelheid. Oh. Oeh, nice. Besef dat ik in de lucht hing en letterlijk niet zag waar ik moest gaan landen. Ik besloot, terwijl ik in de lucht hing, van oh, ik ga denk ik daar wel naartoe, man. Dus dat was best wel creepy. Oké, kom op. Zonder af te gaan, dat zou wel heel nice zijn. Het is een hele dure bal, dus eigenlijk vind ik wel dat dat mag. Kijk, deze bal werkt beter in dit soort... Had ik niet moeten zeggen. Ik zeg dat vaker in video's van. Je moet oppassen wanneer je zegt, er kan niks meer fout gaan. Want dan is het universum zo van, vriend... Alles kan nog fout gaan. Oké, volgens mij. Oeh. En dat betekent de $300.000 bal. Weet je, ik ga het weer met mijn wijsvinger spelen. De vorige video had ik heel veel commentaar dat dit echt een spel is wat je niet met je wijsvinger kunt spelen. En rara, wat gebeurt er? Ik speel het met mijn wijsvinger en ik ben ineens beter. Alleen mijn telefoon valt dan bijna uit mijn handen. En dat is... Stop mijn telefoon. Ik ben weer met mijn duim. Echt, ik hou van mijn duim. Mijn duim is gewoon precies wat dit spel makkelijk maakt. Oh, oh, waarom zeg ik dat nou? Oh, come on, dude. Wacht, wacht. Ik moet dit anders gaan doen. Oké, ik heb geen levens meer over. Als ik het nu niet haal, heb ik serieus een probleem. Dus het is nu alles of niets. Schijnbaar gaan we voor alles, wat ik fijn vind, want ik wil niet niets. Oké, oh my gosh, dude. Wat gebeurt hier? Oh my gosh, dude. Oh, dit is zo creepy. Luister, ik heb dit level nog nooit gespeeld. Oh, Oké, ja, nice. Oké, ik weet niet, heb ik de checkpoint daar gepakt? Volgens mij niet. Oh, dat betekent dat als ik nu afga, dat ik alles opnieuw moet doen. Oké, ik weet niet wat dat voor geluid was. Als ik bang ben, doe ik rare dingen. Nice, oké. Oh, dude, oké, wacht. Dit is zo creepy. Oké, oh my gosh. Dit was lastig. Maar dat betekent wel de $400.000 bal. Ik heb trouwens gehoord dat de $1.000.000 bal zo epic is dat je bijna in je broek gaat plassen als je hem ziet. Van wie ik dat heb gehoord? Van mezelf. Dus ik mag geen grapjes meer maken. Ik moet dit super serieus spelen. Geef me een bril en een grijze baard. Zodat ik daar zo mijn hand op kan leggen en dan zo heel slim kan kijken. Terwijl ik mijn bril pak en dan zo slim ben. Weet ik veel. I don't know. Ik weet wel hoe het is om te verliezen in het spel. Oh, aan de kant. Aan de kant bal. Dit is mijn weg. Oh. Nee. Het voordeel is wel dat ik het nu in één keer kan halen. Tenminste, niet in één keer misschien, maar ik ga mijn best doen. Oké. Oh, wacht. Oh, zie. Kablam! Soms vraag ik me echt af, is er een manier om hierin vals te spelen? Ik bedoel, dit is echt zo'n typisch spel waarbij het best wel chill zou zijn als je iets kunt doen wat niet eerlijk is, waardoor het makkelijker wordt. En ja, dat is vals spelen. Let's go naar de $500.000 bal. Pot! Oké, luister. Je moet je voorstellen, deze is een $500.000. En degene die we hierna gaan krijgen, de duurste, is een miljoen. En die gaat er dus ook 2 keer zo episch uitzien. Oh my gosh, dude. Ik ben serieus een beetje bang. Luister. Ik wil deze niet laten vallen. Ik ben niet verzekerd. Mijn $500.000 is niet verzekerd. Oh my gosh. Dat is zo creepy, dude. Sorry, normaal vind ik het sowieso al eng om mijn leven te riskeren als bal. Maar nu vind ik het een stukje enger. Ik bedoel, we zijn letterlijk gemaakt van Supreme. Dat is toch volgens mij een merk, toch? Oh my gosh. Oh nee. Oh my gosh, nee. Oké, rustig. Oké, cool. Ik weet nu dat we deze dus niet aan mogen raken, want deze die zijn kapot, sterk. Oeh. Oké, chill.
chill. 1 april, kikker in je beeld. Nee, Job, nee, het is niet voor grapjes bedoeld. Oh, oh. Kijk, het voordeel is wel dat ik hier mijn checkpoint al had. Ik wil 1 keer door die hamer geraakt worden, gewoon omdat het kan. Oh, thanks! Oké, nice. Oh my gosh, dat meen je niet. Oh, snap, oh, snap, oh, snap, oh, snap. Oeh, dat ging net goed, dude. Dat ging net goed. Heb ik de checkpoint? Ik weet niet of ik de checkpoint... Ja, wacht even, man. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja, oké, chill. En nu gaan we deze kant. Oh my gosh, dat meen je niet. Oké, ik ben een beetje zenuwachtig, want het is zover. Van de 500.000 dure bal. 3, 2, 1... Naar de 1 miljoen dollar bal. Wauw, deze is gemaakt van goud en diamant. Het is ons gelukt. En als ik hem nu laat vallen, ga ik serieus huilen. Moet ik nu nog een video maken van dit spel? Want er gaan geruchten. En je gelooft het misschien niet, maar dat er een nog duurdere... Ik heb 1 miljoen euro naar beneden laten vallen. Maar er gaan geruchten dat er een nog duurdere bal is dan deze. Alleen het punt is, die kun je eigenlijk niet echt op een normale manier unlocken. Dus als jullie alsnog willen dat ik daarnaar op zoek ga in een volgende video... Spam dan bal in de comments, want dit spel gaat over ballen, weet je. Dat is een beetje waar het om gaat. Maar dan maak ik misschien nog wel een deel van dit spel. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit mijn laatste deel zou zijn, maar nu ik dat weet, dat er dus misschien nog een duurdere bal is, die er waarschijnlijk dus ook nog duurder uitziet, wil ik eigenlijk nog een deel maken van dit spel. En ik denk ook dat het alleen al leuk is om meer nieuwe levels te leren kennen, want de levels worden ook steeds... Ho, ho, ho! Ik kan beter niks zeggen. Luister, dit was mijn laatste leven. Ik mag het nu serieus niet verpesten, dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Oh my gosh. Oké, please... Please. Oh my gosh, daar is de finish. Daar is de finish. Oké, nice. In dit spel moeten wij mentos in cola gooien. Weet je, laten we gaan voor keer 100. En dan als het goed is... Oh my gosh, dude. Dat is hoger dan het vrijheidsbeeld. Hoe hoger, hoe beter. Laten we het lekker basic houden. 2 keer en dan 50 keer. Oh, snap, dude. Daar gaan we. Oh ja, dit is sowieso een dik record, of niet? Hoger dan de piramide? Hoger dan de... Even hoog. Oké, wacht even. Volgens mij moeten we het in deze emmer gooien. Oké, laten we deze kant kiezen, I guess. En oh my gosh, dude. Wat? We hebben hem op laten exploderen. Oké, ik ben er weer klaar voor. Weet je, laten we voor deze gaan. Wacht eens even, we kunnen een andere kleur kiezen. Dus nu is onze cola groen. Dat ziet er zo gaaf uit. En we hebben onze highscore keihard verbroken. Als jij de cola kleur voor 1 dag zou kunnen veranderen. Welke kleur zou je kiezen? Laat het weten. Oké, weet je wat? Dan houden we het basic. Dan doen we het gewoon keer 3. Dat moet kunnen, toch? En dan passen we hier ook een beetje op. Dan doen we het 2 keer 2. Oh, dat gaat weer te veel zijn of niet soms. Gaat dat werken? Oh nee, dat kan. Oh. Oké, luister. We proberen hoger te komen dan de Eiffeltoren. Laten we keer 3 doen. En dan keer 11. Oh snap, gaat dat te veel zijn? Oh my gosh, dude, check dan. Hij zit bijna helemaal vol, dus 3, 2... Oké, volgens mij gaan we het nu al halen, hoger dan de Eiffeltoren. Come on, come on. Oh nee, net niet. Laten we gaan voor deze kant. Volgens mij is dat een best wel goed idee. En laten we een nieuwe kleur kopen. Als het goed is, hebben we nu blauw. Oh my gosh, dit gaat te veel zijn of niet? Oh, dit gaat te veel zijn. Oh, oh my gosh, wacht. Wacht even. Oh. Yo, we hebben de Eiffeltoren verslagen. Met 1 fles cola. Oké, we zijn weer in een nieuwe map uitgekomen. En waarschijnlijk gaan we hier ook weer een mega explosie zien. Oké, weet je, laten we gewoon gaan voor... Oh, momentje. Laten we gewoon gaan voor keer 5. Volgens mij hebben we er dan al best wel veel. Alleen het is bij lange na niet genoeg, denk ik. Om helemaal boven dit gebouw uit te komen. Dit is een van de hoogste wolkenkrabbers ter wereld. Oké, ik ben er klaar voor. We gaan keer 2, keer 14. Oh, dit zijn er zo mega veel. Oké, doe het. Ik durf het eigenlijk niet, maar we gaan het gewoon proberen. Let's go. Oh, step. Luister. Dit meen je niet. Het is ons al gelukt. En dit ging nog sneller dan de Eiffeltoren. We worden beter. Oké, ik ben er weer klaar voor. En weet je, laten we gewoon 5 keer 5 gaan. Gewoon casual. Even zien wat er gebeurt. Oké, ik ben er klaar voor. Volgens mij gaat dit nog best wel meevallen op dit moment, maar... Ik neem mijn woorden terug, het valt niet mee. We zijn al bijna er bovenuit gekomen. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Laten we voor keer 5 en dan keer 7 gaan. Volgens mij is dat vrij veel. Oké, doen we hem open. Oh, dude. Nog niet helemaal vol, maar... Ik denk dat we nu ons record van hiervoor gaan verbreken. Oeh, net niet. Of tenminste het record wel, maar net niet er bovenuit. Oké, wacht. Laten we eerst keer 10 gaan. Dat is denk ik de juiste keuze. Dan hebben we er al super, super veel. En dan is het logisch toch. Daarna is het keer 2 en nog een keer 2. Oh, snap. Oké, hier ben ik serieus een beetje bang voor, maar laten we er gewoon voor gaan. Let's go. We gaan allemaal erin. Oké, dit moet hem worden. Oeh, dit moet hem worden. Echt bijna heel dat ding zat gevuld. Let's go. Let's go. Let's go. Oeh. Ik weet het niet. Volgens mij schilderde het een mini-stukje. Schijnbaar was het net niet hoog genoeg, want we zijn nog niet in een nieuwe map. Maar ik denk, als ik er goed naar kijk, dat we er nu wel gaan komen. Ja,
Heel dat ding zat vol. Oké, 3, 2, 1. Oh, let's go. Dude, nog verder. 615 meter. En we zijn dus weer in een nieuwe map. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon voor deze kant. Ik heb daar wel een goed gevoel bij. Als het werkt dan tenminste. Oké, dat zijn er al een hele hoop. Maar is het genoeg om in de buurt te komen van de bovenkant van deze gigantische wolkenkrabber? Oh, ik heb er mijn twijfels bij. Oké, nou op zich meer dan 300 meter. Keer 3 en dan keer 5 gaan. Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, maakt niet uit. We hebben een andere kleur gekozen. Dus als het goed is, is het nu oranje. Oké, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. We gaan denk ik op de 150, 200 komen. Of misschien nog wel meer. Nee, inderdaad, rond de 200. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oké, dat is sowieso de gaafste kleur tot nu toe. We hebben ons record van net verbroken. Maar nog niet de top. Oké, weet je, we gaan overduidelijk voor die keer 5. Dat lijkt mij de beste keuze. En weet je wat? Dan gaan we voor deze kant. Ik weet dat we ook wat gaan delen met die Oreo. Oreo's, wou ik dat nou echt zeggen? Oh my gosh, ik heb gewoon zin in Oreo's. Oh, dude, dat zijn er veel te veel. Oh, dat gaat niet goed komen, denk ik. Of gaat hij helemaal vol zitten? Oké, of hij gaat helemaal vol zitten, of hij gaat exploderen. Als hij explodeert, hebben we er niks aan. Als hij helemaal vol zit, gaan we gewoon, denk ik, een wereldrecord vestigen. Oh my gosh, dude, let's go. Net niet helemaal vol, wat? Oké, maar wacht. Oh, door, dit gaan we zo hard halen. Oh nee, er is nog een soort van antenne. Zo dichtbij. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Oeh, laten we deze doen. Oké, dit worden er extreem veel volgens mij. En kunnen we een nieuwe kleur kiezen? Roze, dat is ook precies wat ik wou. Oké, luister. Alsjeblieft. In ieder geval tot en met 300. Als we boven de 300 zitten, hebben we hem eigenlijk gewoon vol. Als we rond de 300 zitten, gaan we denk ik keihard winnen. Oh, hij gaat boven de 315 komen, of niet? Oh my gosh, alsjeblieft, let's go. Hij zit helemaal vol. Oh, en met roze. Met onze roze kleur gaan wij het wereldrecord keihard verbreken. Een kilometer hoog. Dat is amazing. Oké, dit ziet er heel spannend uit. We gaan keer 2 en dan keer 3. Dan hebben we al een flinke lading. En laten we dan gewoon weer 2 keer 2 gaan. Oh, dude, dit is extreem veel. En we hebben een nieuw soort iets waar het invalt. Oh, dat valt mee. Maar we geven onszelf nog een kans. Oh, dude, dit worden er volgens mij echt heel erg veel. Oké, oh, dude. Hoeveel? Oh, dude, we hebben hem bijna vol. Dat meen je niet. Oké, oh, snap. Oh, snap. Volgens mij werd het al gehaald. Ben je serieus? Oké, daar gaan we. We moeten proberen om hem hoger te krijgen dan de berg. En volgens mij komen we daar heel dichtbij in de buurt. Oh, snap. Oh, doe dat, meen je niet. We zijn er al bijna. Oh my gosh. In één poging hebben we hem net niet. Het scheelde een haar. Maar dit was amazing. Tijd voor een ander spel. Volgens mij is dit een makkie. Zeg maar alsjeblieft dat er babybroccoli in zit. Ah nee, ik wil geen wormpies. We hebben hem in ieder geval weer gered. Tijd voor een VIP. Het eerste wat we doen is hem een klein beetje schoonvegen. Het tweede wat we doen is een kleine operatie. Dit eventjes weg. En als laatste maken we hem dicht. En hij heeft al zijn haar weer terug. Zit er een baby kiwi in, alsjeblieft? Oh, wacht even. Wat zijn dat? Dat is geen baby volgens mij, of wel? Nee, het zijn pitjes. Maar wacht, is dit dan wel een kiwi? Ik bedoel, er zitten pitjes in een kiwi, maar die zijn heel klein toch? Ik ben geen fruitexpert, maar we hebben zijn leven weer gered. Oh nee toch. Laten we eerst het wurmpje er even uitvissen. Stap 2. Tijd voor een kleine operatie. Oh nee man, dit is heel extreem. Eerst zitten er allemaal wurmpjes in. En dan zit er ook nog eens schimmel in. Maar gelukkig zijn we klaar en hoeven we het alleen nog maar dicht te maken. Yes! Oh nee, dat ziet er niet goed uit. Wat we moeten doen, zijn deze soort van groene brokjes eraf plukken. Volgens mij is dat ook gewoon schimmel of zo. Maar dat ging makkelijker dan ik dacht. Maar nu, de operatie. Oh nee. Wat is er gebeurd met alle fruitbaby's? Dat vond ik het leukste van allemaal. Het huis van SpongeBob. Oké. En dit is best wel extreem. Eerst had hij paddenstoeltjes, nu modder of zo. En dan heeft hij ook nog eens schimmel. En dat moeten we dus letterlijk aan alle kanten eruit proberen te krijgen. Oké, nog 2 kanten te gaan. 3, 2, 1. Yes! Of tenminste, nee. We moeten stukjes ananas terugplaatsen. Want dat is eigenlijk een soort van zijn huid. En nu is hij weer blij. Als we nog 1 level halen en we doen het een beetje oké, dan kunnen we weer een nieuwe passagier unlocken. I know, we hebben de koning al. Weet je, dat is soms het nadeel van het beste al gelijk unlocken in een videogame. Het is even heel leuk, maar daarna als je nieuwe dingen kunt unlocken, is het misschien wat minder leuk. Omdat je zo zit van, ja maar luister dan, ik heb toch het beste al. Ik wil gewoon een patatje met eten. Want ja, je hebt het beste al. Dus vandaar dat ik eigenlijk nu hoop op iets heel bijzonders. Misschien dat er nog een geheim karakter is, een koningin of zo. I don't know. We gaan sowieso vanaf hier door naar de tweede glijachtbaan. Ik wil zeggen glijbaan, het is geen glijbaan, Job. Kijk, een glijbaan, daar ga je letterlijk vrij vanaf, right? Je hebt geen gordel, je zit niet vast in een karretje. En in de achtbaan wel. Abonneer voor meer en adios.